Heel goedemorgen en welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Het was een hectische sessie in de VS waarbij de banencijfers meevielen, maar vooral de techsector zware klappen kreeg. De Dow Jones zag naast een daling van ruim 600 punten ook nog even het groen en sloot uiteindelijk 0,6% lager. S&P 500 gaf 0,8% prijs, de Nasdaq verloor 1,3%. Na weken van herstel namen beleggers in aanloop naar een lang weekend hun winst. Media wisten te melden dat in de afgelopen periode Softbank voor 4 miljard aan tegenwaarde opties op diverse tech-aandelen gekocht zou hebben. Verder lag ook de olieprijs stevig onder druk. Donald Trump zou nu een ban op de Chinese chipproducent SMIC willen. In China leverde dat bedrijf dan ook meteen 20% in. De chipfabrikant is een belangrijke pijler in de ambitie van China om een eigen chipindustrie op te zetten. Macro data toonde verder aan dat de Chinese export uitgedrukt in dollars met bijna 10% steeg, maar de import daalde met ruim 2%. De Kospi-index en ESX200 lieten kleine plusjes zien, de andere indices sloten wat lager. En Samsung krijgt van Verizon een mega-order te waarde van 7 miljard dollar voor de levering van 5G-netwerkapparatuur. Ondertussen duiden de futures in Amsterdam op een iets hogere opening. Cijfers over de groei van de Duitse industrie laten een tegenvallend beeld zien over jullie steeg deze op maandbasis met 1,2%, waar analisten nog uitgingen van een dikke 4%. Morgenavond om, 7 uur, sorry, om 5 uur geeft het bestuur van Galapagos een toelichting op de huidige situatie. Verder vandaag Wereldhaven heeft met haar financiers afspraken gemaakt over een nieuwe kredietfaciliteit. Tot eind 2022 zijn de schuldverplichtingen afgedekt. De Amerikaanse financiële markten blijven vandaag gesloten in verband met Labor Day en de rest van de agenda is ook leeg. Kepler zet AB InBev op kopen, UBS zet Unilever op verkopen koersdel 44 en UBS zet Koninklijk Olie op kopen met een koersel van 19,65 euro. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.